Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 20 januari en leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb net even de persconferentie in Deal gekeken. Het duurde best wel lang. Ze willen eigenlijk een avondklok inschakelen van 8:30 s'avonds tot 16:30 in de... Ja, eigenlijk is dat nog nacht natuurlijk. Dat moet nog wel goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Dus het is nog niet er doorheen. Als hij er doorheen komt, dan is het hoogstwaarschijnlijk het weekend. Daarnaast mag je nog bezoek van één persoon ontvangen. En ja, er waren nog wat dingen, maar niet alles is blijven hangen. Ik ben wel heel benieuwd wat ze gaan doen met de sport, want daar heb ik niks over gehoord. En dus dat was de persconferentie. Dus, maar het zal later vanavond nog uitgebreid in het nieuws zijn. Maar voor nu is dat een beetje wat er op de planning staat. Vooralsnog zou die tot 9 februari duren. Maar ze hebben het ook al over een derde golf. Dus ja, het is allemaal een beetje afhankelijk en afwachten. Gisteravond heb ik Married at First Sight gekeken. Was wel leuk. Daarna de slechtste chauffeur afgekeken. Die moet ik vanavond weer even opnemen. Foto's bewerkt. Ook al begonnen met de foto's voor het artikel van vrijdag. De vlog is af. Dus wat dat betreft prima avond. Ik heb Rex gekeken in de laatste aflevering van Over Water. En die heeft me echt een beetje teleurgesteld. Heel eerlijk gezegd. Want ik had hier meer van verwacht. En dat is niet gebeurd. Het is een beetje een open einde. En als ik ergens niet van hou, is het een open einde. Ik weet nog steeds niet wat er nu met die man is gebeurd. Of dat hij nog leeft. Of dat hij uiteindelijk dood is. Ik vond het een beetje vaag. Ik was een beetje teleurgesteld. Maar goed. Het zij zo. Ik zal even de televisie uitzetten, want die had ik aanstaan voor de persconferentie. Ik heb normaal overdag nooit televisie aanstaan. Maar ik heb twee pakketjes binnen gehad, want ik had nog wat dingen besteld. En die ga ik even met jullie uitpakken. Dus ik ga jullie even op het statief zetten en dan ga ik even de pakketjes uitpakken. Ik heb allereerst hier een pakketje van My Customize. En ik zal je even laten zien wat hierin zit. Ik ga hem even opensnijden. Ik heb het zelf natuurlijk ook nog niet gezien. Bedankt voor je bestelling. Veel plezier met je aankoop. Deel je foto met My Customize. Er zit een kaart bij. En dan zit hier hetgeen wat ik heb besteld. En dat is deze fles met mijn naam erop. Deze fles lijkt misschien een beetje op de fles van Love Island. Er zit gewoon hier zo een drink. Hier kun je gewoon uit drinken. Zo'n rietje. Onder het motto ik wil meer water gaan drinken, wilde ik heel graag een fles hebben. En deze fles die lijkt een beetje op degene van Love Island. Dit is erop gedrukt. Hij kan niet in de vaatwasser, maar die heb ik ook niet. Nathalie was degene van Love Island en ja, ik heb zelf niet zo heel veel met Love Island en ik vond het niet zo mooi, want die was wit. En toen kwam ik deze tegen voor My Customized en deze is zwart, dus dat vond ik mooier. Dus deze fles en die ga ik doen. Ja, onder het motto ik wil meer water gaan drinken, kan ik hier mijn water uit gaan drinken. Je kunt dit zo eruit draaien. Hier kun je dan ook nog fruit in doen. Wat dat betreft wel een hele handige fles. En ik hoop dat ik nu wat meer water ga drinken met deze fles. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik een pakket van H&M. Want het was sale en ik heb nog wat kleding besteld. Dat is echt een hele grote doos. Waarom? Weet ik niet. Want het is eigenlijk niet echt nodig. Hatsenflats. Ik snij het gewoon door midden. En nu even kijken of ik hem open kan krijgen. Oh, volgens mij moet je scheuren. Ik zie het al. Je moet dit scheuren. Ja. Ik heb allereerst een topje besteld. Dit is nu allemaal in de sale. Oh nee, ik heb eerst hier de rok. Ik heb hier een rokje in maatje S. En dat is deze. Die vond ik wel heel erg leuk. Even kijken hoor. Als ik hem voor me hou, hoe die valt. Ja, leuke lengte wel. Een beetje wat langer, zeg maar. Met een leuke gesp op de voorkant. En de achterkant gaat met een rits en een knoopje. Dus die vond ik wel super leuk. Ik zal even kijken wat hij nu heeft gekost.
alles wat erop staat. De rok die was van afgeprijsd. Die was eerst 25 euro en hij was nu nog 8 euro. Oh, ik zal even mijn gezicht weer filmen. Dus dat vond ik super leuk. Gaan we wel weer even terug in het plastic steken. Want ik moet zo ze eerst nog even passen en wassen. En dan heb ik een topje. Oh, deze zit niet opgehouden. Oké. Snap ik ook wel. Want dit is een fake leren topje. Kijk. Vond ik super leuk. Ziet er zo uit. Ik hou hier heel erg van. Deze was nu ook nog 8 euro. Gaat aan de achterkant met een ritje dicht. Ik vond het wel heel erg leuk. Ik ben natuurlijk wel een beetje van het fake leer. En ik ga het gewoon eventjes aantrekken. Dan kunnen we gelijk gewoon even kijken hoe het staat. Dan weet ik ook gelijk of het past. Nou, ik heb het aan het shirtje. Wat ik het bangste voor dat die niet zou passen. Maar die zit goed. Bij de mouwen eigenlijk ook prima. Zit wel wat hoger bij de nek. Daar moet ik even aan wennen. Maar hij zit verder goed. Het rokje eigenlijk ook. Hij is wel iets langer dan ik had verwacht. Maar vind ik niet heel erg. Want het is ook wel een leuke lengte. Dus het zit eigenlijk allemaal prima. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus ook deze is natuurlijk ook super leuk bij een leren rokje. Dus ja, super leuk. Ik ga hem even omkleden. En dan ga ik de woonkamer doen. Dan ga ik jullie bijzetten. Dan kan ik daarna nog even bullet journalen. Maar eerst even een beetje opruimen. En mijn eigen kleren weer aantrekken. Gewoon huis. Ik heb het onwijs koud, maar de camera was licht. Dus die is uitgevallen tijdens het filmen. Is je misschien wel opgevallen? Ja, het was weer zover. Ik dacht eigenlijk dat hij nog een dagje mee kon en dat ging dus niet. Maar nog wel even lekker geknutseld en ja, wel lekker weer een schone woonkamer. Dus ja, dat is eigenlijk allemaal wel top. Niet heel veel bijzonders. Ik ga zo nog even relaxen. Vanavond heb je Ajax, dus ik kijk twee schermen. Ik kijk sowieso ook Steenrijk, Straat, Arm en Hart in Actie. Ik heb de slechtste chauffeur al opgenomen en de K van Carlijn. Verder moet ik de vlog nog uploaden en ik moet nog een thumbnail maken. En daar ga ik nu eventjes een beetje op tijd mee beginnen met uploaden, omdat hij de laatste tijd er best wel lang over doet. Ik ga mijn artikel schrijven en ik wil nog even wat voor de foto's gaan doen met de werken. En ik denk nog even verder met mijn project van de papieren die ik heb ingescand. Want het begint nu wel echt vorm te krijgen. Maar het is wel veel werk, maar dat geeft niet. Verder, ik moet een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb echt nog geen idee welke. Ik heb me er nog niet in verdiept. Dat zou ik eigenlijk doen. Maar ik doe dat nooit. Eigenlijk had ik dat willen doen toen ik in bed lag. Maar weet je, als ik in bed lig, dan ga ik meestal nog even een spelletje spelen. Ik ga sowieso lezen. Ja, dan schiet het er soms bij in, maar dat komt wel goed. Hoop ik. En anders hebben we Videoland natuurlijk. En ja, ik heb Rex, dus dat wordt verder mijn avond. Niet heel bijzonder. Ik ben wel benieuwd met Ajax. Ik ben ook heel benieuwd of dat hun nou eventueel ook aan de avondklok moeten gaan houden. Of dat dat niet geldt. Als de avondklok er doorheen komt natuurlijk, want het is nog niet zeker. Maar goed, dat is voor nu eventjes in ieder geval de planning. Dus ja, nu nog even lekker relaxen, even een beetje opwarmen. Ik heb het echt wel heel erg koud.
Straks even heerlijk douchen. Ik moet een nieuwe scrub hebben. Maar ik weet niet zo goed. Ik vind het heel jammer. Kruidvat heeft hem niet meer van het eigen merk. En ook niet meer op de website staan. Dus die is er echt uit. Ja, en aangezien de Action natuurlijk voorlopig nog even dicht blijft. Want ik ga er zelf een beetje vanuit dat die na 9 februari nog een keer verlengd wordt. Dus ja, moet ik even gaan kijken hoe ik dat ga oplossen. Maar goed, dat komt wel. Nu ga ik lekker relaxen en dan zie ik jullie morgen weer. Ik ga mijn batterij ook even opladen, zodat ik morgen in ieder geval een volle batterij heb. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 21 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb alleen nog niks op mijn lippen. Dat doe ik eventjes zo meteen, want ik ben nog gaan drinken. Vandaag op de planning. Ik ga straks boodschappen doen. Daarna komt Nathalie gezellig met Lente. En even voor de duidelijkheid, mijn coach komt niet binnen. Dus ik beperk het dan ook echt tot één persoon op bezoek. Dus dat is top. Het is wel wat later. Ik zou om 1 uur komen, maar de vergadering liep uit. Dus ja, het wordt wachten. Ik heb een nieuw jurkje aan. Die heb ik met kerst gekregen van Nathalie. Het is wel even leuk om te laten zien. Er komt hier een kat aan. Dat is deze. Hij is gewoon basic zwart. Maar ik vind hem wel super leuk. Dus die heb ik vandaag aan. Gisteravond heb ik gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Dat was een mooie uitzending. Daarna Hart in Actie. Dat was ook wel heel mooi. Vlog is ingepland. Mijn artikel is af. Ik heb al wat foto's bewerkt voor het artikel voor vrijdag. Dus wat dat betreft ging het allemaal wel vrij vlotjes. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie begonnen. Dat heet De Geheimen van Barslet. Het is een Nederlandse serie. Maar ik weet nog niet zo heel goed wat ik ervan vind. Het is wel een miniserie met 7 afleveringen. En ja, ik vond het een beetje vaag. Er kwamen allemaal vissen uit de lucht vallen. En er worden allemaal branden gesticht. En ja, ik weet het nog niet zo goed. Het is echt zo'n heel klein dorpje. En ik weet ook niet zo goed in welke tijd het afspeelt. Maar ja, ik vond het een beetje vaag. Dus ik wil het zeker nog wel een kans geven. Maar ik weet niet of het echt een serie voor mij is. Ik heb ook rechts gekeken. Dus dat was verder mijn avond. Ik kon alleen niet slapen, want het waaide super hard. En dat vind ik altijd hartstikke gezellig, maar ik kon er gewoon niet door slapen. Ik had ook heel veel last van mijn bot, zeg maar, van mijn heup. Dus ik heb er op een gegeven moment een kussentje onder gelegd. Toen ben ik uiteindelijk wel in slaap gevallen, maar dat was niet echt heel prettig. Ik kon mijn draai niet vinden. Ik was echt zo draaien, die zei, nee, ik lig niet lekker. Andere zei, ik lig ook niet lekker. Dus ja, dat was een beetje lastig. Ik ga zometeen even heel goed stofzuigen, omdat Lente natuurlijk ook komt. En normaal stofzuig ik ook goed, maar als Lente komt, dan is dat natuurlijk nog wel even extra belangrijk. Want ja, mocht ze op de grond willen, dan moet er natuurlijk niks liggen. Dus dat vind ik wel even van belang. Dus dat ga ik eventjes doen en dan wacht ik straks tot mijn coach deze boodschap kan doen. En dan kan Nathalie komen. Dus ik zou eventjes wat drinken en zo halen, want Nathalie drinkt geen cola. Kan ze niet zo goed tegen. Ik krijg ze heel erg maagpijn van. Dus dan haal ik altijd even wat anders drinken. En dan gaan wij gezellig samen ook eten. Kippenvel, maar hij is een beetje driekwarts mouw, zeg maar. Een jurkje. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de planning. En ja, op zich wel, wel gezellig en zo. Dus ja, verder heb ik al eigenlijk niet heel veel te vertellen. Behalve dan dat ik eventjes ga stofzuigen en dan even wachten op mijn coach er is. Zul je altijd zien. Ja, dan spreek je keer of tijd af en dan denk je, oh, er kan later mooi komen. En dan gebeurt er iets waardoor het dus een beetje uitloopt. Maar het ook zo hard buiten, echt. Misschien dat ik me toch nog moet omkleden of zo. Maar weet ik niet. Dit zit eigenlijk ook wel heel lekker, maar omdat het zo best wel koud is, denk ik. Maar goed, ik ga nu even stofzuigen en dan zie ik jullie straks als ik weer terug ben. Nou, ik ben inmiddels toch even omgekleed. Ik had het toch wel heel erg koud, dus ik heb nu toch maar even een spijkerbroek aangetrokken met een trui. Mijn coach is een uur later, dus ja, ik zit eigenlijk een beetje duimen te draaien. Dus ik ga zo even lipstick opdoen. Dan ga ik maar eventjes mijn make-upkast nog even een beetje omgooien, want ik ben nog niet helemaal tevreden. Want ja, nog een half uur zitten niks doen, dat is niks voor mij. Dus dat ga ik maar eventjes doen. Ik heb Nathalie al wel geappt, maar ik heb nog geen reactie terug. Maar die reageert straks wel. Ja, dan ga ik dat maar even doen. En misschien even een wasje in de machine doen. Dan kan ik hem morgen draaien. Ja, ik ben dat eigenlijk niet zo gewend. Ik heb net even een YouTube-videootje gekeken. En
Ja, nu ga ik dat maar eventjes doen, want ik kan niet nog een half uur zitten niksen, zeg maar. Zo, weer thuis. Ging allemaal best wel snel. Natelijk komt ze ook deze kant op, dus ja, is allemaal top. Ik ga even de boodschapjes laten zien. Het was eigenlijk vrij rustig, dus het was wel lekker. Ik kon eigenlijk snel overal doorheen. Ik zal de boodschappen even hierheen halen. Het is erg donker. Even pakken. Ik heb echt twee volle tassen. Eerst nog even bij het kruidvat geweest. Daar heb ik er even ook. Ik ga hem even omdraaien. De kuppensoep gehaald. Die hadden ze weer. Ik heb hier een bonnetje van mijzelf. Ik heb nog een Big Shirt meegenomen. Want die vind ik ook altijd heel erg lekker zitten. Ook gewoon thuis. Ik heb wel een emmetje, want ze hadden helaas geen S'je. Maar op zich is zo'n shirt met slapen ook niet zo erg. Hij was ook eigenlijk alleen maar verkrijgbaar vanaf M, zie ik nu. Ik ben heel blij met deze soft scrub. Die hadden ze niet weer, want ik vroeg het. Er was daar zo'n vrouw aan het bijvullen. Ik vroeg, goh, heb je geen scrub meer van het eigen merk? Jawel, zegt hij, staat daar. Dus die heb ik weer, die tube. Die vind ik echt heel fijn. Even kijken hoor, wat zit er verder nog in wat ik had. Oh ja, deze voor Natalie. Natalie appte mij, die kon ze gratis ophalen voor lente. En dat is een fruithapje vanaf 6 maanden. Morgen is lente 6 maanden. Die zal het even mij de inloggegevens gestuurd en die kon ik dan meenemen voor haar. Dus daar heb ik ook het bonnetje van. En ik heb even een nagelknippertje meegenomen voor beneden. Want ik heb er alleen eentje boven en ik vind beneden ook wel handig. Dus dat was dat. Gaan we door naar de andere boodschappen. Snitsels gehaald. Ga ik er alvast eentje van in de vriezer doen. En dan kan er eentje die gaat in de koelkast. Voor laatst heb ik een flesje met sinaas gehaald. Want die had wel zin in sinaas. En als die nu opgaat, ik vind dat zelf ook heel lekker. Ik heb een hele grote fles met douchegel. Dat was XXL. Heb ik weer eventjes afwasmiddel meegenomen. Want ik had er van mij aangebroken. Dan vind ik het wel weer prettig als er eentje staat. Gebruik ik altijd in de groenten en die kleine flesjes die waren er alweer bijna doorheen. Dus ik dacht, nou ik neem deze. De slaatinkjes. Dan heb ik 2 pakken met XXL spekjes. Die waren nu super goedkoop. Dus ik dacht, ik neem gelijk 2 pakken mee. En de grote koffiepads. Ik heb dan de extra dark, want die gebruik ik in de cappuccino. Nou ben ik weer melk vergeten te pakken. Oh, wat stom. Ik heb een broccolietje. De boontjes. Ik heb 2 flessen pakken met Crystal Clear. Want ik vind dit sap heel lekker. Het was 1 plus 1 gratis. Ik heb deze zuurtjes. Want Natalie vroeg of ik snoep wil kopen. En ik had heel erg zin in deze zuurtjes. Nou, het andere pak met Crystal Clear. Chocomel, al denk ik dat Nathan straks een chocomel zal meenemen. Ik kan het bijna niet meer neerzetten. Een pakje gehakt weer voor maandag. Lekker gehaktballetjes, zin in. Ik heb 2 van deze Witte Reus dingen meegenomen. Die waren €1. Dus ik heb nu de normale. Even kijken hoor waar de andere is. Die kom ik wel tegen. Dan heb ik brokjes in gelei. Nou, muizen. Dat is ouderwets. Zak de tas. Hier is de andere Witte Reusblok met bloesem. Zout. Mijn zout was bijna op en ik wilde hem niet meer van de Lidl. Want de Lidl die heeft van die kartonnen verpakkingen. En dat vind ik zo vies. Dus ik heb nu zout gekocht bij de Plus. En deze was maar 63 cent. Dus dikke prima. Aardappelschijfjes. De frikandellen. Een shootje voor maandag. Voor bij het eten heb ik voor Natalie een echte kassus. Voor mezelf een echte Coca-Cola. En het laatste wat ik heb is nog bakboter. Dus ik ga dit allemaal eventjes opruimen. Dan ga ik alvast de boontjes punten. En dan denk ik dat Natalie zo deze kant op komt. Dus ja, eventjes opruimen. Nou, ik ben inmiddels met Natalie. Maar Lente die heeft het niet zo heel erg meer naar de zin. Dus wij gaan zo eventjes naar de snackbar lopen. Dan gaan we eten bestellen.
En dan gaan we eten. Dan gaat Nathan straks weer naar huis. Ik had eigenlijk wat meer willen vloggen, maar ja, het is er eigenlijk een beetje bij ingeschoten. Lent is niet helemaal in de rum. Die heeft niet zo lekker geslapen. Die heeft eigenlijk helemaal niet geslapen vanmiddag. Dus ja, vandaar dat ik niet zoveel heb gevlogd. Maar wie weet de volgende keer als we elkaar dan weer zien dat we wel gaan vloggen. Maar ik laat jullie straks wel even zien wat wij hebben besteld met het eten. Dus dat gaan we nog wel eventjes doen. Zeker eten. Dus we gaan Lent denk ik in de wagen doen. Nou, eerst eten bestellen, toch? Of doen we het daar? Denk daar gewoon. Oh, ik wist niet hoe het gaat nu met Ja, je kan daar gewoon bestellen en dan kan je gewoon wachten. Oké. Dus dat gaan wij doen. Oké. Tot straks. En ons eten is aangekomen. En ik mag ook in beeld aan je doen. Want Lente niet op zit. Want Lente die slaapt nu lekker. Jij hebt een katse thee. En ik heb gewone patat. Ik heb hier frietsaus. We hebben grote patat. Ik heb twee frikandellen. En ik heb een bamenbloem en een zwarmerol. En we hebben een milkshake. Dus wij gaan hier lekker van genieten. Dus eet smakelijk. Zo, ik ben inmiddels weer alleen. Nathalie is naar huis. Ik kom net onder de douche vandaan. En ja, ik zet nu net even de televisie aan. En het was echt super gezellig. We hebben super lekker gegeten. En ja, het was echt heel gezellig. Dus lekker even met Lente een beetje geknuffeld. Die was een beetje huilerig, maar ging eigenlijk best wel goed. Dus ik kreeg het eigenlijk best wel goed stil ook. Nou, ze was op een gegeven moment ook even wat dingetjes aan het doen. En ze heeft zelfs geholpen met de katten eten te geven. Ja, ik hield haar vast en ik deed het eten erin, maar ze vond het allemaal heel fascinerend. Ik ga zo goede tijden kijken naar de tv-kantine. Daarna even meester Frank Visser, hoe is het nu met? En dan doe ik eventjes Wie ben ik opnemen. En dan ga ik wel weer eventjes naar de geheimen van Barslet kijken en Zonnestad vanavond. En ik ga even met de foto's aan de gang met bewerken. Dus dat wordt verder de avond. Ik ga die dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 22 januari. Ik ben klaargemaakt en ik was zo moe. Ik was echt, ik heb aan één stuk doorgeslapen. Ik ben zelfs niet wakker geworden om een keer naar de wc te moeten. Ik was echt wel heel erg moe. Maar goed, superleuke dag gehad gisteren, dus dat is het voornaamste. We hebben het gisteren eigenlijk niet meer erover gehad. Toen ik jullie later nog even zag. Maar gistermiddag is dus bekendgemaakt dat de avondklok er komt. Ik had het er met Nathalie over. En vooral ook omdat zowel Nathalie als Frank beide eigenlijk na 9 uur soms nog op straat moeten zijn. Nathalie werkt in de supermarkt, dus ik ben heel benieuwd of die nog eerder gaat sluiten. Volgens mij hebben hun redelijk veel mensen die wat verder moeten reizen. Want Nathalie werkt in de woonplaats van mijn moeder. En op maandag past mijn moeder dan ook altijd op Lente en dan komt Nathalie Lente daarna zeg maar ophalen. Maar ja, wat het natuurlijk ook dan gewoon is. Je gaat niet gelijk. Want dan wil je ook nog wel even wat drinken. Of even wat lekkers nemen. Even kletsen. Dus ja, ik ben wel benieuwd hoe dat zal aflopen. Frank die draait verschillende diensten. Die heeft nachtdienst, dagdienst en avonddienst. Dus ik ben wel benieuwd ook voor hem. Van misschien krijgt hij een werkgeversverklaring. Of ja, misschien gaan ze alleen nog maar vroege diensten draaien. Het is wel zo dat je met een verklaring van je werkgever mag je geloof ik wel op straat. Maar die moet je dan wel hebben. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie van de avondklok vinden. Wat ik me ook wel eens afvroeg. Ik merk hier dat vooral in de weekenden. Dan dacht ik van, hoorde ik op vrijdagavond en op zaterdagavond mensen heel laat nog op straat. Vooral de jongeren. En dan dacht ik ook altijd, goh, ja, wat doe je dan nu nog op straat? Ja, misschien kom je toch van vrienden af of... Ja, ik weet het niet, omdat je natuurlijk niet naar een kroeg of zo kunt. Ik dacht altijd wel van, nou joh, weet je, wat doe je dan nu nog op straat? En dan zat ik lekker zo warm binnen. En denk van, brrr. Voor mij, ja, het is niet echt van belang, die avondklok. Want ik kom natuurlijk zelf al niet buiten. In de avonden kwam ik sowieso niet buiten, tenzij er iemand bij was. Maar dat is, ja, zelden het geval, zeg maar. Ja, je kunt nu toch niks, dus wat dat betreft voor mij is het niet echt een struikelblok. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Rutte heeft ook wel gezegd, hij vond het ook wel vreselijk om dit te doen. Dus zodra het kan, is dat ook het eerste wat er afgaat als er versoepeling mogelijk is. Ik vraag me wel af hoe ver het nog helpt, zeg maar, voor 2 weken. Want
Ja, is dat 2 weken? Ja, iets langer. 2,5 week denk ik ongeveer. Ik geloof dat ze woensdag weer met een persconferentie komen. Als ik het goed heb. Wat ik heb gelezen. Hij gaat morgen in ieder geval in. Dus ja, dan hebben we ook een avondklok. En dat is natuurlijk in vele landen al. Het is van 9 tot 4:30. Het zou eerst 8:30 zijn. Ze hebben toch 1/2 uurtje verschoven. Maar het moet wel tussen de 8 en 9 zijn. Anders zou het effect er niet zijn. Dus ja, dus even afwachten hoe... En dat ruilt en zelt. Ik moet echt vanavond mijn nagellak eraf halen. Want kijk eens hoe verschrikkelijk dit eruit ziet. Ik kan me hier zo aan irriteren. Ik zat echt gisteravond zal ik het er nog af gaan halen. Maar daar heb ik geen zin in. Goede tijden was super spannend. Ludo is eindelijk gevonden na al die maanden. Kom maar terug, weet je. Klaar voor de aanval. Heel fijn. De tv-kantine was leuk. Alleen heb ik tegenwoordig wel meer het idee dat het de show is van Carlo Boshart en Elise Schaap. Het is natuurlijk ooit begonnen met Carlo en Irene. Ik heb toch het idee dat Irene wat meer naar de achtergrond verdwijnt. Dat Elise toch wel heel veel typetjes overneemt. Ja, zij is ook gewoon super goed. Wat ik wel jammer vond... Sommige mensen die worden dan wel eventjes, wordt dat in een sketch zeg maar de naam vermeld. Want op een gegeven moment zat Evan Jackson Hoy erin, want ze deden nu First Dates. Ja, ik heb dat zelf nooit gezien. Ik heb wel eens die barman gezien en ook de gastheer, die heet Sergio. En ja, ik vond Evan Jackson Hoy er wel een hele goede voor om die rol te pakken. Hij speelt overigens Bing in GTS, voor mensen die het niet weten. Dus ik had wel zoiets van, ben je het nou of ben je het niet? Toen kwam er toevallig iemand binnen die zei ook zijn naam. Toen dacht ik, ja, je bent het dus wel. Maar er zat een Fred van Leer in. Ik wist niet wie dat was. Dus nee, die kon ik er niet tussen uithalen. Maar ik heb dus wel echt meer het idee dat het tussen Elise Schaap en Carlo Boshart is. En dat Irene toch op naar de achtergrond verdwijnt. Ik heb eventjes meester Frank Visser, hoe is het nu met gekeken? Ik heb toch weer de geheimen van Barslet gekeken. Ik moet zeggen, gisteren vond ik het super spannend. Dus ik wil nu toch wel doorkijken. Ik was eigenlijk woensdag best wel sceptisch. Dat ik dacht van, goh, is dit wel een serie voor mij? Maar dat het gisteren zo spannend was, had ik toch wel zoiets van, nou, ik wil toch wel verder kijken. Daarna Zonnestad, dat was ook... Ja, het was heel spannend, maar ook super zielig. Want een van de... die man die zit achter de balie, die had een vrouw, zeg maar. En die was heel erg dement. En hij wilde op een gegeven moment met vervroegd pensioen gaan. En toen heeft zijn... ja, eigenlijk de... Het hoofd van de afdeling, die wordt in Zonnestad altijd chief genoemd. Die heeft geregeld dat zij in een verzorgingstehuis kon en... Ja, toen is ze gisteren door een noodlottig ongeluk overleden. Dus ja, ik wist wel dat het ging gebeuren, maar ik vond het toch wel sneu. Want ik wist dus niet meer precies hoe en wat. De foto's zijn bewerkt, zijn nog niet helemaal af. Dus daar moeten we nog even mee verder. Dus nou, dat is weer voor vanavond een taakje. Ik ga zo even een gaatje boren in de muur, want ik wil heel graag die lightbox ophangen die ik vorige week heb gekocht met die lettertjes. Dat wil ik dan van het weekend even gaan maken, want is het gaatje in ieder geval gemaakt. Want ik ga zo de slaapkamer doen. Dan kan ik daarna eventjes lekker die slaapkamer even schoonmaken. Lekker mijn bed verschonen is ook echt wel even nodig. Dus daar ga ik jullie bij zitten. Ik ga nu eerst hier eventjes goed stofzuigen. Mijn keuken is ook zo'n grote bende, maar dat komt. Ik heb gisteren eigenlijk na het eten, ik heb ook niet meer afgewassen. Ik had zoiets, ik doe het morgen wel. Het was volgens mij 7:50 ongeveer dat ik klaar was met douchen. Ik dacht, nou, morgen die afwas maar weer. Dan heb ik morgen vanavond gewoon de keuken weer aan kant. Het is eigenlijk niks voor mij om de afwas te laten staan. Maar ik had nu zoiets van, nou weet je, voor nu vind ik het wel even prima. Ik ga nu stofzuigen en even de boormachine pakken voor een gaatje te boren. En dan ga ik jullie bij de slaapkamer erbij zetten. En ik heb nu trouwens toch het jurkje aan die ik gisteren aan had. Omdat ik nu binnen ben, niet naar buiten hoef. Dan is het niet zo erg, al is het wat frisser. Want nu zit ik gewoon lekker in huis. En nu ga ik aan de gang.
ik heb een schone slaapkamer. Daar ga ik wel echt intens van genieten van een schoon bed. Het was wel weer even drama met opmaken. Maar ik weet niet of ik het ooit nog goed leer. Dus nou ja, goed, dat was gewoon even wat het was. Maar ik had nu wat extra schoonmaak skills nodig. Want ik had dat gaatje geboord. En er komt natuurlijk altijd heel veel van dat... ja, ik wou bijna zeggen zaagsel vanaf. Maar je zaagt niet. Borsel, laten we het maar borsel noemen. Van dat stof, zeg maar. Dus ja, alles zit dan een beetje onder. Maar alles is lekker afgenomen. Dan kan ik morgen eventjes, ga ik eventjes oriënteren op een leuke tekst. Ga ik het morgen even ophangen. Maar ik ben heel blij dat het weer klaar is. Ik vind altijd wel een klus. Maar ik kan er wel even van genieten dat het nu gewoon weer helemaal klaar is. En dat ik dan vanavond wat lekker in een schoon bed stap. Dus heerlijk. De nagellak is nog meer afgesleten. Ik heb het eten verder al klaarstaan. Dat scheelt. Ik heb nu net even alles opgeruimd. Dus nou, ik ben wel blij. Kat hebben net gegeten, dus stop. Ga ik zo nog even lekker relaxen. En dan vanavond flikken Maastricht. Daar heb ik zin in. Straks even douchen en eten. En dan lekker met een koffietje flikken Maastricht kijken. Misschien daarvoor nog even Wie ben ik kijken. Want daarvoor is niet zoveel. En ja, meestal ben ik dan wel klaar. Ik heb de was nog niet aangezet. Hij zit er wel in, dus die zet ik morgen even aan. Verder kijk ik wel weer naar De Geheimen van Barslet en Zonstad. En ik moet vanavond de video nog editen en het artikel online zetten. Dus ik ben bang dat ik daar wel even druk mee ben. Maar goed. En ik wil eigenlijk even vier handen op één buik terugkijken. Want dat was een terugblik van hoe is het nu met, zei mijn moeder. Want die had het al gezien, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus dat ga ik sowieso even kijken. Mijn camera is ook leeg, dus die ga ik even op de oplader leggen. En ik ga vanochtend aardappeltjes uit de vriezer halen. Ga ik even wat drinken en dan ga ik lekker even relaxen. Want... ik ben zat, heb last van mijn rug. Ik vind het mooi geweest. Dus ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dan even uitrusten, want ik ben nu wel zat. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 23 januari. Ik ben weer klaargemaakt. Ik heb alleen niet zo'n beste haar nog, want het zit heel sprieterig. En nou, het wou gewoon niet helemaal. Dus ik heb er maar even een clipje in gedaan. En ik vind het wel weer even prima. Gisteravond weer heerlijk naar Flikken Maastricht gekeken. En ik bedacht me ineens, ik had hem op Nederland 1 gezet, de televisie. En ik dacht, oh ja, chips, ondertiteling zet aan. Ik heb zelf niet de ondertiteling aangezet. Op een of andere manier springt hij steeds aan. Ik had hem een tijdje geleden al uitgezet. En ondertiteling is natuurlijk hartstikke fijn als je bijvoorbeeld slechthorend bent, zodat je het wel kunt volgen. Maar ja, ik kan het prima verstaan. Dus ik begon me er een beetje aan te irriteren. Ook omdat de ondertiteling 9 van de 10 keer ook niet gelijk liep met wat ze zeiden. Dus die had ik maar even gewoon uitgeschakeld. En ik had mijn moeder op de app, die kijkt ook altijd. Die zei op een gegeven moment, hé, nu snap ik het niet meer. Dus ik had het even gauw weer uitgelegd, want het was ook wel een beetje... je moet wel echt goed je aandacht erbij houden, want het was niet altijd even makkelijk te begrijpen. Maar het was een hele mooie uitzending. Daarna heb ik even vier handen op één buik teruggekeken, was ook mooi. Ik ben heel erg lang bezig geweest met mijn video en met mijn artikel. Uiteindelijk wel afgekregen, maar ik dacht wel even, oh, hoe ga ik dit allemaal doen, jongens? Maar het is uiteindelijk gewoon helemaal gelukt. De Geheimen van Barslet weer gekeken. Ik moet echt zeggen dat... de nieuwe puzzelstukjes wat meer op elkaar, in elkaar vallen. En dat komt ook, het zijn 7 afleveringen. En de afleveringen worden vanuit, in elke aflevering staat 1 persoon centraal. Dus het vervelende is dat je soms echt stukjes ziet die je al een keer hebt gezien. Maar zo begrijp ik het wel beter. Want in de 2e aflevering ging er iemand dood. En toen dacht ik, ja, maar hoe is die dan overleden? En het werd dan in de aflevering van gisteren, werd dat echt duidelijk. Wat er dus was gebeurd. Dus ja... op zich toch best wel een goede serie. Terwijl ik dat eigenlijk niet echt had verwacht bij de eerste aflevering. Maar zo zie je dat als je verder kijkt het dan toch wel beter tot zijn recht komt. Zonnestad weer gekeken was ook heel mooi. Maar gaat dan wel heel snel. Want er ging er in de aflevering van vrijdag overleed er iemand. Toen was gisteren ook al de begrafenis. Je zag verder ook niet hoe dat werd verteld aan die collega's. Dat zijn vrouw was overleden. Had ik op zich wel mooi gevonden. Maar oké, het was verder wel een hele mooie uitzending. Ik heb de keuken gisteren helemaal opgeruimd. Dat was echt heel erg fijn. Want ik had natuurlijk donderdag niet afgewassen. En dat is eigenlijk niks voor mij. En ik merk wel, hè, zoals dan eet ik met Nathalie. Dan heb ik niet afgewassen. Dan pak ik ook eens wat borden van de onderste stapel. Want ja, ik heb in totaal 6 eetborden.
Ja, ik heb 6 kleine bordjes en 6 grote borden, maar ik pak altijd de grote borden. Maar ik ben ook iemand die heel vaak bij het eten 2 borden gebruikt. Want als ik patat heb gegeten en ik heb er bijvoorbeeld gewoon vlees bij, vind ik het niet fijn om het vlees later op dat bord te gaan leggen, omdat die frietsaus erop zit. Dat vind ik dan niks. Dus ik gebruik meestal wel 2 borden. Maar ja, je pakt altijd de borden van de bovenste stapel. Dus gisteren had ik dan ook wat borden van de stapel weer daaronder. Dus dat was op zich wel fijn. Maar ik had wel een heel fijn gevoel toen het afgewassen was. Nu ga ik zometeen stofzuigen en een was aanzetten. Ik wil een tekst gaan maken op dat lightboard. Ik weet alleen nog niet precies wat. Dus daar moet ik nog eventjes naar gaan kijken. Ik ga sowieso bullet journalen. En ik wil eigenlijk eventjes een was in de kast werken. Want de wasmand die pelt uit. Allebei de wasmanden, zowel met schone was en met vuile was. Dus we gaan nu sowieso ga ik eventjes wassen. En dan is dat in ieder geval gebeurd. Dus ik ga jullie sowieso even bij het bordje bijzetten. En ik denk ook nog wel even bij het bullet journalen. Dus tijd om wat te gaan doen. Even op de stoel gaan staan, dan kan ik net iets beter zien. Kijk, make-up is art, beauty is spirit. Heel leuk, zo met die lichtjes. En zo ziet het er dan uit als hij uit is. Met de lichtjes aan is het natuurlijk wel veel leuker. Nou, dat voor 4 euro, ik vind hem heel leuk. Het was wel even lastig om met de dingen uit te zoeken, maar ja, ik vind hem hier wel heel erg leuk hangen. Dus daar ben ik heel blij mee. Zo, de kartje is inmiddels gegeten. Ik ben niet zo lekker in mijn buik. Ik weet niet zo goed wat het is. Ik heb een beetje een raar gevoel. Ik heb nog lekker even geknutseld. Even gebullet journaled. Dat was wel heel fijn. Auw, dat was de camera. En nu ben ik het zat. Ik heb het heel erg koud. Straks lekker een verwarming aan. Dat doe ik dan altijd voordat ik ga douchen, zeg maar. Dan wordt je in de douche heel lekker warm. En dan, ja, dan is het daarna gewoon lekker warm als ik uit de douche kom. Vanavond weet ik veel. Ik hoop dat de app een beetje meewerkt, anders vind ik al gelijk minder leuk. Daarna ga ik even een witse kijken, want die heb ik nog opgenomen. Dus daar moet ik er nog een aantal van terugkijken. Ik wil vanavond even verder aan de vlog werken en even daarmee beginnen met de vlog editen. Misschien nog even wat aan de ingescande papieren doen, als dat lukt. Tenminste, ligt eraan hoe lang met de vlog bezig ben. Ik ga weer de geheimen van Barslet kijken en ook mijn zonnestad. Straks even wat eten en lekker de bank op. Ja, daar kan je niet zo over komen. Het is gewoon heel erg koud en raar gevoel je maag. En, nou ja, ik weet het gewoon niet zo goed. Zal verder niks wezen, maar ja, dat heb je soms.
Ik ben wel blij in ieder geval dat dat bordje hangt. Ik vind hem ook echt heel leuk. Die lampjes zo doorheen. Het wasje hangt in de kast. Die andere die draait nog. Dus die kan ik vanavond nog even ophangen. En dan van de week maar even proberen wat meer te wassen. Maar ja, dat is gewoon een beetje lastig als je niet zo heel veel droogruimte hebt. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen weer zien. Want er is nu verder toch niks meer wat ik ga doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 24 januari. Het is een beetje zonnig buiten. En ik ben gelukkig weer bijgetrokken. Ik voelde me natuurlijk gisteren einde van de middag niet helemaal lekker. Toen ben ik even op de bank gaan liggen met een kleedje. En dat was zo lief. Muisje kwam ook onder het kleedje. En normaal zijn het eigenlijk Mickey en Tijgertje onder het kleedje kwamen. Maar net of Muis voelde van, oh, je bent niet helemaal lekker, dus ik moet je even knuffelen. Dat was echt super lief. Ik had het ook zo gigantisch koud. Ik kreeg het niet warm. Zelfs niet met het kleedje over me heen. Op dat soort momenten denk ik echt, oh, had ik nou maar een bad. Ja, die heb ik niet helaas. Ik hoop ooit. Maar ja. Dus wel heerlijk warm gedoucht. Maar ja, het warmde me gewoon niet echt op of zo. Ik heb wel mijn was opgehangen. Die hangt daar. Weet ik veel gespeeld. En de eerste twee rondes ging echt super goed. Ik liep eigenlijk gelijk met de koploopster. En daarna zwakte ik helemaal af. Werd het zo moeilijk dat ik uiteindelijk niet zo goed heb gescoord. En ik baalde ervan. Ik dacht echt, chips. Dan ga je zo lekker je eerste twee rondes. Dan wil je dat doorpakken, maar dat lukt niet. Dus ja, helaas. Daarna heb ik eventjes in Witsen gekeken. Dat was wel leuk, want echt de halve familie zit nu in Witsen. Mijn vader en zijn vriendin, die kijken het nu. Nathalie en Frank, die kijken het al een tijdje. Die zijn er bijna doorheen. Dus dat was wel leuk. Ik heb al aan de vlog gewerkt. Dus die is ook af tot en met gisteren. Ik heb ook nog wat aan de ingescande papieren gedaan. Dus dat gaat ook wel goed, maar het is wel heel veel werk. Ik heb weer De Geheimen van Barslet gekeken. Dat was ook alweer een goede uitzending. En daarna Zonnestad. Dat was ook top. Dus ik heb op zich ook wel lekker geslapen. Ik heb alleen last van een hele droge huid. Hier rondom mijn ogen. Dat voelt heel droog aan. Ik snap het niet, want ik gebruik elke dag oogcreme. Maar op een of andere manier wordt het niet echt minder. Nagellak had ik er vrijdag al afgehaald. Want dat zag er niet meer uit. Dus die gaat vanavond gaat daar een nieuw kleurtje op. En ik las toch dat er best wel veel boetes zijn uitgedeeld gisteren, vannacht eigenlijk, hè, met de avondklok. Dat er toch wel mensen zijn die zich er niet aan hebben gehouden. Maar ja, dan heb je 95 euro aan je broek hangen. Ja, het is maar wat je ervoor over hebt, denk ik dan. Dus dat. Ja, verder vandaag gewoon foto's maken. Ik heb het wederom weer een beetje koud. Ik heb ook niet echt een dikke trui. Ik heb gewoon zo'n basic shirtje aan. Uiteraard lange mouwen. Ik wil eigenlijk misschien nog even een handwasje draaien. Ik ga sowieso even de groentes klaarmaken. En alvast het gehakt van morgen. En dan wil ik even van het overige gehakt balletjes draaien. Tenminste, ik weet niet hoeveel het is. Dan moet ik eerst even kijken. Ik weet niet of het heel veel was. En dan wil ik daar gehaktballetjes voor draaien voor in de soep. Ik weet niet, misschien dat ik donderdag een soepje maak. En anders dan doe ik het in de vriezer. En als ik dan zin heb in een soepje, dan kan ik dat er gewoon uithalen. De schnitzel die ik vanavond heb, die ga ik een keer in de airfryer doen. Dus die doe ik bevroren erin. Dus ik ben wel benieuwd of dat gaat. Mijn moeder heeft een keer geprobeerd, dat was super lekker. Ik weet ook gewoon dat vlees erin kan. Maar ik heb het één keer gehad met de schnitzel. Dat ging toen helemaal niet goed. Dus ik vind het best wel spannend. Maar ik wil het toch wel weer een keer proberen. Ik ga zo eerst even stofzuigen. Verder ga ik jullie ook nergens bij zetten. Want is ook niet echt van belang. Ik zag net wel in de Lidl folder Peppa Pig keukenrol. Dus ik had Nathalie geappt. Koop dit. Want Lente is helemaal gek van Peppa Pig. Die heeft natuurlijk ook een rugzakje ervan. En die zat met een fles te spelen. Kan gewoon. Dus ik ga nu even stofzuigen. Ik laat je straks wel even zien waar ik foto's van ga maken. Maar verder wordt het een vrij rustig zondagje. Ik wil eigenlijk boven nog wel wat doen. Daar hebben we Nathalie. Ze reageert nu op die Peppa Pig. Van dat ze het ook al naar mijn moeder had gestuurd. Mijn moeder komt eigenlijk ook nooit bij de Lidl.
En die komt eigenlijk meer bij de Aldi. Want die had vorige week, of die week daarvoor, nee, vorige week was dat. Toen was ze even met Let gaan wandelen. Toen moest ze even langs het kruidvat. En toen moest ze eigenlijk nog wat hebben voor het avondeten. Toen was ze even naar de Lidl gewandeld. Maar dat viel er een beetje tegen, want ze had nasi gekocht met saté. Maar zij is normaal, bij de Aldi heb je daar net iets meer keuze in, zeg maar. Dan heb je ook bami met saté en dat soort dingen. En ja, dat vond ze toch een beetje tegenvallen. Dus dat zou ze niet zo snel weer doen. Maar ja, ik ben natuurlijk wel iemand die veel bij Lidl komt. Dus, nou ja. Ja, ik ga nu eventjes de kattenbakken scheppen en stofzuigen. Dan ga ik eerst even de groentes en de vlees en zo doen. Dan is dat gewoon klaar. Dus ja, tijd om even wat te gaan doen. Ik heb mijn Hans en Grietje huisje even een nieuwe plek gegeven. Hij stond steeds hierop, maar de katten gaan steeds aan het touwtje. Dan heb ik hem hierop gezet. Dat vind ik ook wel leuk, want dan zie je mij net iets beter nog. Want eigenlijk zag ik hem helemaal niet als hij daar stond. Dit vind ik ook wel heel erg leuk zo. Dus ben ik wel blij mee. Inmiddels even de spullen gepakt voor de foto's. Ik heb hier allereerst de Lash Definer Skinny Mascara van het Kruidvat. Dan heb ik 3 oogschaduwpaletten van de Action. Ik heb de Don't Sugarcoat It. En ik heb dan hier de 627 Chicaholic. Dat is blauw. Dan heb ik de Sugar Pie 629 en de 628. En dat is de Sweetheart. Dan heb ik nog dit Lip Explosion paletten. Dus hier ga ik even foto's van maken. Dus ja, ik ben best wel lekker bezig geweest. Dus nu eventjes nog lekker foto's maken. Zo, de katten hebben net lekker gegeten. En ik heb echt een heerlijke middag gehad. Ik heb de handwas al opgehangen. Alleen dat shirtje van de H&M, dat nepleren shirtje, die is heel erg aan het druppen. Dus ik heb er maar eventjes een handdoek onder gelegd. In de hoop dat die eigenlijk een beetje snel droog wordt. Ik heb lekker de groentes afgehaald. Ik heb de gehaktballen voor morgen gedraaid en kleine balletjes voor de soep. Die heb ik dan in de vriezer gestopt. Daarna heb ik boven nog wat opgeruimd. Ja, niet heel veel hoor. Een heel klein beetje. Ik wilde het echt weer even oppakken, maar ik had het ook zo koud. Maar toch nog wel even lekker bezig geweest. Nou, de foto's zijn gemaakt. Dus eigenlijk allemaal best wel lekker. Dus ik heb eigenlijk wel een heel tevreden middagje gehad. Het was wel echt eventjes lekker relaxed. Vorige week was ik een beetje gestrest omdat ik met de foto's te laat was begonnen. Maar nu had ik het weer even goed op de rit. Ik merk ook aan de straat dat het best wel druk is vandaag. Ik denk dat het is op zich denk ik ook nog best wel goed weer om te wandelen. Tenminste, ik hoor net van Nathalie dat hun ook 1,5 uur zijn wezen wandelen. Dat merk je wel. Ik weet niet of dit te maken heeft met de avondklok. Maar ik merk gewoon dat het vandaag wat drukker is aan de straat. Ook veel kinderen en zo. Ik heb wel al lekker de verwarming aan. Ik las alleen net het bericht. Kreeg ik de melding. Dat er in noodbevelen in Amsterdam en Eindhoven zijn afgekondigd. En er zijn dus waterkanonnen en traangas ingezet. De politie heeft ingegrepen bij een anti-corona protest op zowel het Museumplein in Amsterdam als op het 18 septemberplein in Eindhoven. Ze hebben in beide steden is een noodbevel afgekondigd en de pleinen zijn schoongeveegd, maar de railschoppers blijven voor onrust zorgen. In Amsterdam is er een waterkanon ingezet en in het Eindhoven gebruiken ze onder andere traangas. Er zijn nu 30 mensen opgepakt. Maar dan denk ik van waarom? Waarom? Volgens mij mogen we helemaal niet protesteren nu. Normaal mag je natuurlijk protesteren. Maar nu met de coronaregels volgens mij mag dat helemaal niet. Maar wat schiet je ermee op om te gaan protesteren? Want het verandert toch niet. Weet je, het is wat het is. En nee, ik zie daar zelf het nut niet zo van in. Maar goed, ik denk van ja, weet je, het is wat het is, maar goed, zo zie je maar eigenlijk dat er nog best wel veel tegenstand is. En ja, kon je ook wel verwachten, maar goed. Ik hoorde net ook trouwens dat de nieuwe mensen die het huis van mijn oma hebben gekocht een kaartje hebben gestuurd naar mijn oma. Dat is super lief, eigenlijk naar iemand die je niet kent. Dus dat vertelde mijn moeder, maar ze had het kaartje nog niet gelezen, want die stond in de huiskamer. Dan mogen ze nu niet komen.
Dus, maar dat vond ik wel super lief. Dus dat was wel echt heel leuk. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen, lekker eten. En dan ga ik ook de bank op. Ik ga vanavond eventjes De Slechtste Chauffeur van Nederland terugkijken. Daarna kijk ik Alberto Stegeman op de Bres. Vanavond heb ik weer Rex en ook weer De Geheimen van Barslet. En dan ga ik alvast met de foto's aan de gang voor het artikel van morgen. En ik denk nog wat aan de papieren doen. Dus op zich ik wil eigenlijk nog even wat muziek bijwerken voor mijn iPod. Dus ja, dat zijn even de dingetjes die ik nog een beetje wil doen. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga er dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nou eventjes lekker relaxen. Lekker bij de verwarming. Het wordt hier al wat warmer. Dus dat is heel fijn. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie je morgen weer. Hele goedemiddag op deze maandag. Het is 25 januari. Ik ben klaargemaakt. Ik heb lipgloss getest en een oogschaduw en een blush en een highlighter. Dus ja, dat was wel leuk. Mijn huid wordt alleen steeds droger. Dat is het mindere. Want kijk, ik heb hier nu ook weer... Ja, nu zie je hem weer eventjes niet. Ik heb hier een heel klein sneetje zitten. En die doet echt onwijs zeer. Het is ook een beetje mijn eigen schuld. Ik ben weer gestopt met smeren. Dus dat moet ik vanavond echt wel even oppakken. Ik heb mijn nagels gedaan gisteravond. Het is dit kleurtje. Het is het eentje van Catrice. Het is deze. Deze heeft de naam 71 I Kinda Lilac You. Ik vind hem niet fantastisch. Hij is wel leuk, maar ik vind hem eigenlijk te licht. Ik denk dat hij als topcoat leuker zou zijn. Maar nou ja, voor nu is het prima. Het zat er al op en ik had zoiets. Ik heb geen zin meer om het eraf te halen. Ik heb gisteravond even De Slechtste Chauffeur van Nederland teruggekeken. Ja, ik geniet daar toch van. Ik vind dat toch leuk. En ja, het is natuurlijk de hoop dat die mensen ook gewoon beter worden. Maar voor sommigen weet ik niet of ze het ooit nog leren. En er was een heleboel gedoe met één deelnemster. Die kwam al veel te laat. Of veel te laat. Die kwam 2,5 minuten te laat aan. Ze had een aanrijding gehad. Daar lachte ze ook nog heel erg bij. En ze heeft voor 2 weken terug heeft ze een aanrijding veroorzaakt. Bijna ongeluk veroorzaakt in De Slechtste Chauffeur zelf. En ze heeft daar nooit haar excuses voor aangeboden. En dat viel toch wel in het verkeerde keelgat bij de andere deelnemers. Die hadden op een gegeven moment zelfs iets van... stuur haar weg. Nou, dat wilde ze eigenlijk niet. Maar ze gaat nu wel alles apart doen van de andere deelnemers. Dus ja, valt niet echt in goede aarde. Maar ik heb er wel van genoten. Daar heb ik alweer door Stegeman gekeken op de Bres. Dat was een hele bizarre zaak. Hij had die vrouw 3 jaar eerder al ook geconfronteerd. En dat weet ik nog. Ik moet even mijn gordijn goed doen, want het ziet er niet uit. Ik wist dat nog wel toen ze die beelden nog een keer lieten zien. En nu had ze haar zoon had ze opgelicht, haar ouders en een goede vriend. En waarschijnlijk nog veel meer mensen. Maar die zoon die had ze al bijna voor 20.000 euro. Nou, laten we het afronden naar 21.000 euro had ze die opgelicht. Daar had ze gewoon geld van gestolen. En die zat dus flink in de schulden. En die ouders die zeiden ook gewoon, wij hebben geen dochter meer. Als ze aan ons vragen, hebben jullie kinderen? Zeggen we nee. Die ouders wilden niet herkenbaar in beeld. Ze hebben er uiteindelijk geconfronteerd nadat zij een rechtszaak had bijgewoond van zichzelf. Daar had ze al een taakstraf gekregen van 150 uur taakstraf. En als ze die niet deed, moest ze 75 dagen zitten. Toen hebben ze haar geconfronteerd en ze deed ook echt opmerkingen van het is echt rustiger geworden sinds jij uit huis bent. En het was echt heel heftig naar die zoon toe. Alberto is daar ook heel boos om geworden. Toen is hij later nog een keer teruggegaan naar die zoon. Die was inmiddels gelukkig schuldenvrij. Maar hij kreeg altijd nog geld van die moeder. Maar ze hadden tot op de dag van vandaag nog steeds geen betaling gehad. Dus waarschijnlijk leert ze het niet. Het was wel een mooie uitzending, maar ik snap niet dat mensen zo kunnen zijn. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb nog even wat aan mijn ingescande papier gedaan. Eentje is er nu bijna af. Maar ja, het komt weer heel precies bij mij natuurlijk. En daarna heb ik Rex gekeken en De Geheimen van Barslet. Dus dat was verder mijn avond. Mijn boek lekker gelezen die bijna uit is. Zo'n mooi boek. Ja, is jammer. Maar goed, we hebben nog boeken genoeg. Ik ga nu even stofzuigen, de kattenbak scheppen. En dan ga ik een video opnemen voor zaterdag. En dan ga ik daarna nog even lekker bullet journalen. Daar ga ik jullie dan wel bij zetten. Maar nu eerst zometeen maar eventjes zorgen dat de video erop komt. En eventjes stofzuigen. En eigenlijk moet mijn kattengras eventjes vol in de zon staan. Want het is nu een beetje zonnig. Want kijk eens hoe dit eruit ziet. Kijk, er wordt ook heel veel van gegeten. Maar kijk eens hoe... Ja, het is nog heel karig. Dus ik denk dat ik eventjes het...
rolgordijntje van de zijkant even open doen. Daar even in de zon gaan zetten. In de hoop dat hij even wat zon vangt. Want hier in de kamer vangt hij eigenlijk geen zon. Dus ja, ik heb het wel weer koud. Maar eigen schuld. Ik heb weer een wat dunner truitje aan. Maar goed. Ja, ik heb al zoveel was. En ik denk, er komt er weer zo'n dikke trui bij. En nou ja, geef niet. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik eerst filmen. Ja, het kaartje van de camera was vol, dus ik film even met de telefoon, want die moet ik even legen vanavond. Maar ik ben wel even lekker bezig geweest, nog lekker met de doodles bezig geweest. Die zijn nu af, zit al in de map. En verder, ja, eventjes mijn must wil ik nu een beetje proberen bij te brengen, want daar loop ik best wel in achter. Maar ja, goed, weet je, de aankomende tijd gaan er toch geen dingen gebeuren die ik erin hoef te verwerken. Ik heb nu alleen even... Het van kerst heb ik geschreven en dat van donderdag toen Nathalie er was. Maar verder, ja, ik zal er de komende tijd niet veel worden wat erin hoeft. Dus daar kan ik dan mooi eventjes aan verder werken. Katten hebben net gegeten. Ik heb het gordijntje in de gang weer dicht gedaan. Kattengras staat weer hier, want ja, de zon was toch op een gegeven moment al weg. Vanavond, Married at First Sight. Allereerst goede tijden natuurlijk, want daar heb ik heel veel zin in. Ik ben zo benieuwd hoe het nu verder gaat met Ludo. Dus ik hoop wel echt dat het verder gaat. Daarna Married at First Sight wel zin in. Ik denk dat ik vanavond nog even met de papieren verder ga die ik heb ingescand. Want ja, het artikel dat is nu zo klaar. En ja, of misschien ga ik alvast de video. Nee, dat ga ik nog niet doen. Want dan moet ik eerst de vlog afmaken. Want ik ga niet meer twee projecten tegelijk doen. Dat werkt gewoon niet zo goed. Dus dat ga ik sowieso eventjes doen. Ik heb sowieso weer Rex en de geheimen van Barslet. Ik heb nog twee afleveringen, dan is dat ook weer klaar. Dus ja, dat wordt een beetje misschien alvast wat foto's doen die ik donderdag waar ik mee moet beginnen. Maar moet ik even kijken hoe en wat. Dus dat is verder even de planning, niet heel veel bijzonders. Straks lekker even warm douchen en dan eten en dan lekker de bank op. En ja, ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik moet natuurlijk dan wel het kaartje leeghalen, als kan ik morgen niet vloggen. Nu nog even lekker relaxen. Ik heb de verwarming al lekker een zetje gegeven. Ik had het gewoon koud en ik dacht ja, kan gewoon. Ik moet zeggen dat die lipgloss op zich niet heel verkeerd vind. Het is niet echt gloss, ja, lipstick gloss. Er zit er nog wel licht op, maar hij verdwijnt wel snel met drinken.
Maar goed, dat ga ik eventjes doen. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen, ik zie je morgen weer. Want ja, verder wordt het toch niks. Dus tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 26 januari. Ik ben klaargemaakt. En ik wil toch even stilstaan bij alles wat er nu in Nederland speelt. Want ik vraag me op dit moment oprecht een beetje af in wat voor land wij leven. Dus ik zaterdagavond begonnen met die avondklok. De eerste nacht zijn er al 3500 boetes ongeveer uitgedeeld. Dat ik denk van, waarom zoeken mensen het op? Ik bedoel, als je nou gewoon een goede reden hebt om buiten te zijn, doordat je naar je werk moet of je hondje moet uitlaten of wat dan ook, is dat prima. Maar als je buiten niks te zoeken hebt, blijf dan gewoon lekker binnen. Maar goed, er zijn dus toch een aantal mensen die die 95 euro niet deert en die dus gewoon al beboet zijn. Best wel een groot aantal, want ik heb het dus even uitgerekend en het is echt heel veel geld wat er binnenkomt nadat die boetes zijn uitgedeeld. Maar goed, wat ik nog erger vind zijn die rellen op dit moment. Rellen, dat ken ik van televisie, wat eigenlijk niet echt bij Nederland hoort. Ja, voetbalrellen ken ik wel, maar die zijn toch meestal best wel snel weer onder controle, doordat de politie snel ter plaatse is en kan reageren. Maar wat er nu allemaal speelt, dat er waterkanonnen ingezet moeten worden, traangas. En nou, ik weet het allemaal niet. Het is gewoon heel triest. Ik snap niet wat die mensen bezielt. Kijk, dat je tegen de avondklok bent, dat kan. Je mag je mening hebben. Je hebt vrijheid van meningsuiting. Vrijheid? Ja. We leven in een vrij land. Oké, op dit moment is het land iets minder vrij. Maar goed, daar is een hele goede reden voor. Het kabinet heeft ook duidelijk gezegd, wij vinden het ook niet leuk om deze avondklok in te schakelen. Maar ze proberen ook maar wat natuurlijk. Het is nu niet dat ze denken, we gaan Nederland lekker pesten door een avondklok erin te gooien. Het is gewoon puur omdat ze de cijfers omlaag willen hebben. En oké, de gewone coronacijfers die zitten op dit moment onder de 1. Nou, tenminste, dat was gisteren op het nieuws. Ik weet niet hoe die er nu voor staan. De Britse variant zit ver boven de 1. Dus ja, je ziet gewoon hoe snel het verspreidt. Maar dat er al een aantal droeftoeters zijn die Nederland, die denken dat ze boven de wet staan en denken dat ze kunnen gaan demonstreren en gaan rellen, met vuurwerk gaan gooien. Waar ik het meeste van geschrokken ben, is dat vuurwerk wat naar dat politiepaard is gegooid. Dat paard is zo geschrokken van dat vuurwerk, er was een glad wegdek, die is onderuit gegaan. Dan denk ik van, doe normaal. Echt. Je gaat geen vuurwerk naar mensen, naar dieren, naar kinderen. Je gaat gewoon geen vuurwerk gooien. Doe je gewoon niet als je een beetje normaal bent. Maar blijkbaar zijn die mensen niet helemaal normaal of zo. Want je doet dit gewoon niet. Kijk, het is gelukkig goed afgelopen met het paardje. Hij heeft er niks aan overgehouden. Super geschrokken natuurlijk. Maar voor hetzelfde geld breekt zo'n paard een been. En in het ergste geval moet zo'n paard afgemaakt worden. Kom op, denk gewoon na. En wat heb je eraan om winkelruiten in te gooien of ruiten van een KFC? Wat heb je eraan? Dit is gewoon pure vernieling wat er nu plaatsvindt. Ik kan er echt niet over uit. Ik hou mijn hart ook een beetje vast of het vanavond weer raak gaat zijn. Gisteren vond ik het heel heftig. Er werd ook op steeds meer plaatsen een noodplan afgekondigd. En nee, ik vind het niet normaal. Maar dat wilde ik wel eventjes mededelen. Dat ik echt gewoon een beetje schaam op dit moment dat ik een Nederlander ben. Omdat er dus een aantal mensen zijn die het dus zo gedragen. Er zijn gelukkig heel veel mensen die het wel serieus nemen. Maar kom op, doe normaal. Avondklok is avondklok, lockdown is lockdown. Je kunt er boos over zijn. Het helpt je niet. Kijk, mocht het zo zijn dat het niks doet, kan het ook zijn dat ze zeggen, we halen het er weer af. Het kan verlengd worden, je weet het niet. Misschien komen er nog extra maatregelen. Het is een beetje koffiedik kijken. Volgende week weten we meer en weten we hoe alles er een beetje voor gaat staan. Maar voor nu, mensen, gedraag je. En dat wilde ik even zeggen. Verder heb ik gisteravond Goede Tijden gekeken. Was super spannend. Ludo is natuurlijk terug. Helemaal leuk. Ik hoop wel dat hij zich snel gaat scheren, want die baard, dat vind ik niet zo. Ik heb eventjes een handwas aanstaan, want de katten hadden op de kleed gespuugd. Dus die heb ik eventjes al in de was zitten. Verder heb ik gisteravond weer naar Married at First Sight gekeken. Ja hoor, ik kon mij er niet meer uit bewoorden. Nee, gekeken. Was leuk.
Ik ben heel benieuwd naar dat stel wat ook gaat trouwen. Want die vrouw en die man, die vind ik niet bij elkaar passen. Dat is Mick en Daisy. Die vind ik niet matchen. Maar we gaan het zien. Ik heb een stukje van de K van Carlaan gekeken. Dat is echt superleuk. Het is wel een serie met een rauwe randje, omdat het over borstkanker gaat. Maar het wordt wel weer op een humoristische manier gebracht. Ze hadden gisteren begonnen dan met een kinderfeestje. Ik heb nu aflevering 1 een stukje van gekeken. Maar gewoon best wel veel humor. En Tjitske Reidinga die is ook best wel humoristisch. Al ken ik haar natuurlijk een beetje als de stijve Claire uit Gooise Vrouwen. Maar ik vond het nu al heel erg leuk. Ik heb de foto's bewerkt. Ik heb nog even wat aan mijn papieren gedaan. De ene is nu af. Yippie. Maar die laat ik van in de volgende week vlog wel even zien. Want ik heb nu de laptop ook niet aan. En ik heb weer naar Rex gekeken. En naar Geheimen van Barslet. Vanavond de laatste aflevering. Dus dat was verder mijn avond. Ik heb ook lekker gegeten. Dus was allemaal top. Ik ga nu de kattenbakken doen. Mijn klitje even uit mijn haarkammen. Want die heb ik hier. De douche doen en de gang. Ik zet jullie er even bij als ik mijn was ga opvouwen. Dus dat is eventjes de planning. En dan is het nu tijd om even wat te gaan doen. Want ik zit alweer 6 minuten tegen jullie te praten. Dus ik ga even wat doen. Katje hebben net lekker gegeten. Ik ben ook helemaal klaar. De was die is opgevouwen. Ligt nog niet in de kast. Ik heb wel de kattenbak schoon. De gang is schoon. En de douche is schoon. Even weer een nieuw blok in de wc gehangen. Zodat het lekker fris blijft. Ik heb nog even wat administratie gedaan. Wat qua opbergen dan even wat dingen in mappen gedaan. Dat heb ik jullie verder ook niet bijgezet. Maar ik was ook zo klaar. Dus eigenlijk wel positief. Het ging allemaal wel vlotjes. Dus dat was wel lekker. Nu verder niet zoveel meer doen. Zo even lekker relaxen. En dan douchen, eten. Vanavond goede tijden. Married at First Sight. Het laatste deeltje van de K van Carlijn van aflevering 1. Kijk altijd even Hart van Nederland. Ik ga foto's bewerken. Ik wil de vlog afmaken. Misschien nog wat aan de papieren, maar dan moet ik even kijken. Er zijn al wel heel veel klusjes, dus misschien dat van de week weer gebeurt. Verder heb ik Rex en de laatste aflevering van de Geheimen van Barslet. Dus dat is het. Ik las net vanmiddag. Het is niet net, dat was vanmiddag al. Las ik dat er minder optimisme is bij het RIVM. De daling stagneert en de Britse variant die rukt op. En er zijn natuurlijk ook al vaccinaties tekort. En ze willen nu ook, normaal krijg je voor de mensen die gevaccineerd willen worden, krijgen zeg maar na 3 weken de tweede prik. Dat wordt nu na 6 weken en ze durven niet te zeggen of dat wel voldoende is, zeg maar. Of dat ook dan, of dat niet invloed heeft op de werking. Maar er zijn dus ook vaccinaties tekort, dus het wordt allemaal ook weer uitgesteld. Dus het is allemaal gewoon weer afwachten wat ik vanmiddag ook al eerder zei. Dus ik ben wel heel benieuwd of het nou vanavond rustiger blijft in het land. Ik las net dat iemand heel erg gewond is geraakt door zo'n waterkanon. Dan denk ik ook, je moet ook niet op de Dam gaan staan. Was het op de Dam? Nee, het was volgens mij niet op de Dam. Het was op dat grote plein, volgens mij, waar vroeger die letters stonden van I Love Amsterdam. Ja, dan heb je natuurlijk wel het risico dat je geraakt wordt als je daartussen loopt. Maar goed, ik ga bij deze dan ook de weekvlog afsluiten. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nou nieuw zijn op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje met mijn gezicht drukken of op de rode button op mijn kanaal. Daar staat ook het belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Vond je deze vlog leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En ik hoop je dan gewoon weer bij een volgende video te zien. Doeg!